Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Lage wolkenvelden, nevel en mist zien we wel in Nederland, maar de satellietfoto ziet dat niet, of nauwelijks komt omdat het zo dicht bij de grond aanwezig is en de grond ook koud is. Temperaturen vanochtend bijvoorbeeld op veel plaatsen onder het vriespunt. Met zon al in het zuidoosten, mist en nevel op andere plaatsen en wat hardnekkige wolkenvelden in het noordwesten. De nevel en mist zullen vanmiddag grotendeels wel verdwenen zijn. Bewolking vooral in het noordwesten en verder de zon met 2 tot 3 graden boven nul. Vanavond daalt de temperatuur weer richting het vriespunt. Maar we zien van het noordwesten uit de bewolking wel langzaam toenemen. Komende nacht alleen in het zuidoosten nog matige vorst met helder weer. En verder gedemperde vorst met toenemende bewolking. Morgen ook wolkenvelden. Het blijft het meest droog. Het wordt 3 tot 7 graden. Jaarwisseling, zelden weertype. Waarschijnlijk temperaturen rond of iets boven nul. En het is droog. Maar op nieuwjaarsdag neemt de kans op neerslag wel toe. In de loop van de middag gaat het regenen. In de avond in Limburg misschien wat natte sneeuw. En dan zijn de eerste dagen van het nieuwe jaar wisselvallig. Met soms wat zon, wolkenvelden, een paar keer wat regen. En temperaturen ruim boven het vriespunt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.